Hij weet uit eigen ervaring hoe je bedrijven moet laten groeien. en kan verkopen. Het maakte hem een vermogend ondernemer. volgens QuoteNet. Nu leert hij andere ondernemers. en jij mag gratis mee profiteren. in dit gesprek met Wouter Glazer. Van harte welkom bij CVD-TV. Wouter, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Uh, ik heb in het begin. even als opwarmer heb ik drie vragen. en dan mag je alleen maar. zeg maar ja of nee. Dus moet je kiezen. Gaan we daarna duiden. Goed. Uh, de grootste remmer op groei is de ondernemer zelf. Eens of oneens? Eens. Uh, ondernemen kan je leren. Ja of nee? Nee. Je mag je bedrijf promoten via PR of via social. Welke kies je? Social. Zo, dat voor een oude PR-man. <laughs> <laughs> ja, want even voor de mensen: proberen ze in één minuut. Uh, even in vogelvlucht te vertellen wie Wouter Glazer is. En dan professioneel even, hè? want we kunnen wel bij je geboorte beginnen. Maar <laughs> als we eens even kijken naar jouw inmiddels best wel uh, aanzienlijke carrière. Kun je die eens in vogelvlucht schetsen? Ja, ik ben uh, 25 jaar geleden begonnen met ondernemen. Dat was ja. in 1997. Um, uh, vervolgens uh, daar heb ik daar heel veel van geleerd. <laughs> ben, uh, in mijn studententijd heb ik nog een bedrijf gehad. Toen heb ik eigenlijk meer de corporate route gekozen. En heb ik bij TWA gewerkt, bij Huis. En Tom Tom. Uh, en in 2012 ben ik het uh, PR-bureau Glasnost uh, gestart. Uh, dat is het grootste succes eigenlijk uh, geworden. Uh, dat uitgebouwd naar uh, een bedrijf met uh, 40 medewerkers. En uiteindelijk ook een, een, een soort van afsplitsing. Dat uh, heet in jargon een second line agency. Dan win je een klant die conflicting is... Uh, eigenlijk met de klanten waar je al voor werkt. En dan moet je dat onderbrengen in een andere Oh, dat andere was bedrijf. een soort van noodzaak eigenlijk. Dat was een, was, een, was een positieve noodzaak. Ja, ja. Om ja. wat voor klanten ging het dan? Wat voor uh, hoek? Nou, onder andere bijvoorbeeld Nestlé en Unilever. Ja, ja. Uh, en dan conflicteer even voor de mensen... die niet zo thuis zijn in de mediawereld. Ja. is de bedoeling in als as als media bedrijf dat je inderdaad niet met conflicterende accounts werkt. Maar, maar los je dat dan op door... De gewoon een nieuwe BV naast te zetten. Nou ja, dan... Dat is wel een pittig gesprek, want we hm. wonnen een klant. Uh, die naam kan ik niet noemen, maar we wonnen een klant op een gegeven moment uh, en we hadden we hadden inderdaad al Nestlé en Unilever uh, binnen onder één dak. En we wonnen een andere klant en dat uh, ja dat kon gewoon niet. Uh, maar dan moet je dus tegen de klant zeggen waar je de pitch van wint. Sorry, je hebt de pitch gewonnen van Glasnost, maar we gaan het even via een ander bedrijf doen. Ja. En dat werd Fitzgerald. Uh, en Fitzgerald uh, ja, is, uh, is ook uh, nog steeds uh, onderdeel van een uh, van deze van want dat is je je eigenlijk je, je grote verkoopdeal geworden. Dat ja. je beide bureaus aan de bureaugroep Ace hebt verkocht, ja, precies. En, en, en dat maakte jou financieel onafhankelijk. Zo las ik in de quote. <laughs> nou ja, 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 je wordt daar wel wijzer van. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Je bent niet, uh, je bent geen arme man. Uh, de, grootste, de grootste remmer op groei is de ondernemer zelf. Want je hebt natuurlijk bedrijven gebouwd, je hebt ze laten groeien. Uh, dat is best lastig nog. Starten is makkelijker uh, dan groeien, heb ik het idee. Wat is de grootste remmer op groei? Um het, het feit dat je jezelf als ondernemer moet transformeren. En je gaat door verschillende fasen heen. Uh, ik ben trouwens niet eens dat starten het, uh, het makkelijkst is. Nee? Dan loop je echt door de loopgraven. Want dan ben je en specialist en ondernemer. Ja. Uh, maar je moet jezelf op een gegeven moment gaan opnieuw gaan uitvinden als, als leider. Uh, je moet mensen gaan toelaten. Uh, ik, ik, ik ben zeg maar glas als ook alleen begonnen. Dus dan moet je op een gegeven moment. Mensen toelaten in je, in, je, in je MT en op een gegeven moment uh, ook al heb je meer aandelen, vind ik, geloof ik heel erg in gelijkheid. Dus dat betekent dat als jouw, jouw partner het ergens mee uh, oneens is, dan moet je het er samen over hebben. Uh, net zoals als twee ouders, hè? dat je ja, ja, één ja. lijn uh, trekt. Ja, ja. Uh, dus dat, uh, ja, daarvoor moet je jezelf wel opnieuw uitvinden. Want jij begint met een bepaalde visie ergens aan. Uh, en uh, het lukt niet elke ondernemer om, dat, om, dat, om die transformatie te maken. Of, mm. of dat, uh, om, om andere mensen daarin in toe te laten. Dat betekent ook wat je eindelijk zegt, is dat je leert loslaten, delegeren, dat soort dingen. Dus dat je niet meer, want als startende ondernemer doe je natuurlijk alles zelf. Ja, maar er is, gewoon bijna, er is bijna gewoon een compleet ander persoon nodig. Zeg maar bij een bedrijf van 30 mensen, waarbij je een MT hebt met uh, drie, vier uh, 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 ja, verschillende rollen dan in een bedrijf van 10 of van 5. Ja, 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 ja. Dus je, je bent, ja, uiteindelijk is, is zeg maar ondernemen ook wel een stukje zelfontwikkeling. Ja, ja. En hoe doe je dat dan? Want dat doe je niet door, zeg maar, 80 uur per week in je bedrijf te werken, volgens mij. Alleen maar. Nou ja, dat, dat, dat zijn wel fases. Nee, 80 uur heb ik nooit gewerkt, maar dat is 50, 60 uur. Er zijn wel fases dat je, uh, dat je denkt, van... goh, uh, ja ik moet gewoon druk zijn en zoveel mogelijk doen. Uh, en je komt op een gegeven moment achter dat je wat meer nodig hebt. En dat is. Die wereld is bij mij opengegaan toen ik uh, in aanraking kwam met uh, met bedrijfsstrategie, business strategie. Ik heb geen uh, bedrijfskundige achtergrond, um, maar dat dat uh, gaf gaf toen zoveel inzichten uh, dat dat mijn groei enorm heeft versneld, Omdat bepaalde zaken op, uh, ja, op op zijn plaats vielen. Was dat op wat voor moment was? Was dit, was dit, dit bewustwordingsproces, wanneer vond dat plaats? 2018, dus ik was toen zes jaar bezig met, uh, met glasnost. En uh, uh, ik merkte van ja, uh, het, het is een simpel spel. En je hebt, uh, je wint een klant en dan uh, heb je een collega nodig. En nou, dat, dat spel, dat kan heel lang goed gaan. Maar op een gegeven moment moet je dingen wel, wel gewoon beter gaan organiseren. Dus we waren toen met, uh, ik denk 12, 13 uh, fte. Uh, en, toen, uh, en toen kwam ik in aanraking met, uh, met een soort van vijftiendaagse MBA. En uh, ja, daar heb ik zoveel van geleerd. Het ging echt de werelden open. Ja? Uh, en dat ging over mezelf. Maar over mijn rol. Over hoe ik me verha ja, verhield eigenlijk tot andere mensen. Mm -hmm. Maar ook uh, ja, gewoon door bepaalde duidelijkheid te scheppen. In een plan in, 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 in waar de cultuur voor staat. En, uh, en je daar ook aan te houden. Mm. Ja, jij zei, uh, jij zei net ondernemer kan je leren, toen zei je nee, toch? Klopt. Maar nu schets je wel een soort leerproces. Ja, alleen ik was al een ondernemer toen, ja, ja. Ik, toen ik dit. Ondernemer deed. ben je? Ja. Zeker. En, en oké, okay, dat vind ik interessant. En wat zijn de kenmerken dan? Want dat is wel handig voor. Want we hebben veel jonge kijkers ja. met ondernemersambities. Dus dat is misschien wel goed om ze dan even een spiegel voor te houden. Wat zijn karaktertrekken van waarvan je, waarvan je denkt. ach, dat is een ondernemer in de dop. Ja, dat, dat, als ik daar nog even, even iets voor mag noemen, is van ik denk dat je intuïtief voelt dat je moet gaan ondernemen. Ik geloof zo heel erg in dat, dat er iets is wat trekt aan je, dat, dat zegt van oké, okay, ik, ik moet het gewoon zelf gaan doen. Mm -hmm. um, maar daarnaast, uh, ja, je moet flexibel zijn. Je moet, uh, ja, je moet jez jezelf opnieuw kunnen uitvinden in, uh, nou, in de jaren dat je dat doet. Dus ik ben nu, uh, het is hartstikke leuk dat ik in mijn studententijd... en als scholier uh, bepaalde dingen op ondernemerschap heb ondernomen... maar mijn echte bedrijven, dat begon in 2012. Mm -hmm. nou, ik denk in die, in die elf jaar heb ik mezelf zoveel keer uh, opnieuw uitgevonden. Dus daar heb je zelf in reflectie-eigenschappen uh, voor nodig. En niet ieder mens kan dat... Um, of nou, misschien, misschien zou iedereen het wel kunnen. Mm -hmm. Maar de vraag is of je of je dat zo snel kan. Dus ik heb ja, ondernemerschap ook wel een bepaalde ja, bijna een soort van intrinsieke motivatie of eigenschappen nodig die, die moeilijk aan te leren zijn. Dat heb je ja, of ja. dat heb je niet. Ja, ja. Kun, je dat, is dat, kun je dat vergelijken met talent? Hetzelfde als dat ik eh, ook al, ik denk, als ik vanaf mijn twintigste dag en nacht op het voetbalveld had gestaan, was ik nog steeds geen Messi geworden. Een beetje, is dat dat dan? Uh, ja, ik, ik... is ondernemen een talent? Nee, dat denk ik niet. Nee. <laughs> nee, nee en, oh ja, en, en, en uiteindelijk bijvoorbeeld het, het verkopen of het, of, het, of het in de markt zetten van je product of dienst of wat dan ook, is ook wel vrij cruciaal. Ja, ja en ja. Je, ja. Ziet, je ziet in ondernemers die best bijvoorbeeld een, een mooi patent hebben of een, een, een mooi, een, 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 een mooi product-marktfit. Als zij dat niet in de markt kunnen gaan zetten en daar ja. andere mensen voor nodig ja, ja. hebben, dan is het, ja. is de lange adem. Was dat een voordeel voor jou dat jij natuurlijk en ondernemer werd, maar dan ook nog eens een keer in een branche lees? PR, als ik het even heel plat sla, Klasnos, toch? Ja, ja. Um, de, of was dat de schoenmaker met de versleten zolen? Of, snap je? Dus jij, jij wist precies wel hoe het hoorde, hoe het moest om een bedrijf goed te positioneren. Uh, lukte dat dus dan ook altijd goed met jouw eigen bedrijf? Uh... Ja, en ik denk ook wel het, het merkdenken. Uh, ja. Ja, dus dat je ook uh, inziet dat nou, glasnost is natuurlijk Russisch, betekent openheid. Uh, dat nou, was, dat dus, was toen de tijd misschien nog wel. Wat, dat was toen nog uh, Salafa's. Het is nu <laughs> en, een, soort, een enorm geladen iets. Als je al zegt dat jij iets Russisch in je naam hebt. Ja, ja aan, 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 aan de andere kant moeten mensen denk ik, ook niet demoniseren vanuit, uh, vanuit hun afkomst. Hè? Uiteindelijk is het, ja. uh, is het een Russisch woord. En in Rusland wonen ook heel veel. Vrede lievende mensen. Ik denk uh, over de hele wereld dat hoofdzakelijk vrede lievende mensen. Ja. En uh, uh, ja, daar zit een uh, despoot. Uh, en daar willen we natuurlijk niks mee te maken hebben. Uh, dus ja, glasnost staat juist voor de, voor de lente eigenlijk. In, uh, ja. En de en dooi de na, de, na de instorting van de Sovjet-Unie. Maar goed, dat is een, uh, ja. een tijd waar niet per se iedereen weemoedig aan terug. Uh, en denk. Fitzgerald, dat, dat, ja. dat, dat, dat heeft ook een betekenis, toch? Ja, ja, ik heb het met mijn vrouw op het terras uh, bedacht. Want we vonden dus die klanten, moesten dan gaan uitleggen. Je hebt eigenlijk een. Uh, uh, je hebt eigenlijk Fitzgerald als bureau. Um, en uh, Fitzgerald uh, is, uh, komt van JFK af. Dus we dachten van wat is de tegenstander in de Sovjet-Unie? Dat was Amerika. John Fitzgerald dacht, Kennedy. Precies. Ja. En uh, je ja, dacht van ja, wat, wat is nou leuk om? te ontsluiten als tijd. En dat is dan een beetje de Americana jaren zestig. Net de eerste kleurfoto's. En dat zie je nog heel erg mooi terug op de website. Ja, en, ja dat heet branding camera. wat je nu schetst. Precies. Ja. En ik denk dat dat heel cruciaal is. Want je, je kan natuurlijk zeggen, Goh, ik start een nieuw bureau. En nou, daar heb ik wel wat geluk gehad dat ik wat contacten had bij de informatie toen. En ja. uh, die, die, die uh, plaatst dan een bericht, Wouter start glasnost. In plaats van, Wouter gaat zzp'en, dat is geen nieuws. Um, en, uh, nou, dus dat, hey, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar vanuit, vanuit zeg maar het, het, het brand Glasnos, dat we op een gegeven moment. Uh, uh, shotjes wodka bij Koffiedikkijk gingen uitdelen. met uh, uh, Russische dames met bonmutsen op. Of uh, ja, het uh, feit dat we met uh, At Night. Uh, beerworstelen uh, uh, hadden neergezet. Nou, dat, dat soort dingen maakte, de, maakte Glasnos ook gewoon een soort merk. Waar ja. je van denkt: hé. Hey, dat staat ergens voor en er ja. zit, zit bepaalde eigenschappen aan. Jij zegt net uh, een aantal dingen die, die, waardoor het jou gelukt is om te groeien. Hè. Sterker nog, en zo meteen ga ik het ook even zeggen, want je, je gaat nu echt van start om dit andere mensen ook te leren, andere ondernemers ook te leren met je nieuwe bedrijf. Uh, uh, zelfontwikkeling, zelfreflectie, continu zelf aan het veranderen, is een belangrijke, hoor ik je zeggen. Het tweede, wat je, wat je straks even zei, was cultuur. Uh, ook een, zeker een ding wat vandaag de dag enorm speelt, volgens mij. Wat betekent dat in jouw ogen? Uh, ja. ja, cultuur is echt iets heiligs. En, uh, een goede cultuur neerzetten voor, voor, voor je collega's. Ik noem het best collega's. Veel mensen praten over mensen of medewerkers. Maar uiteindelijk wil je jezelf als leider eigenlijk tussen de mensen uh, neerzetten en positioneren. En ook jezelf toegankelijk maken daarvoor. En ik denk dat dat de bedrijven zijn die ook de komende tijd het hardst gaan groeien. Want er is veel discussie over jonge mensen... en die engaged houden. En uiteindelijk zie ik ervoor als je in een MT zit... dan werk je voor de mensen. Uh, en het is niet dat je als MT bepaalt... wat de mensen moeten uh, doen. Nee, nee, de, de, mensen de, werken, de, de mensen werken niet voor het MT. Exact. Ja. <coughs> dus dat, uh, en dat En dat betekent ook dat je duidelijk moet laten zien... wat je, uh, ja, wat je neerzet als cultuur. Waar je voor staat. Uh, wat je kernwaarden zijn... Uh, en je moet jezelf daar ook aan houden. Want... Ja, ik wou zeggen, want ik vind kernwaarden heel vaak dat ik denk... Mwah, 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 weet ja, je wel, we ja. zijn open, ambitieus, uh, inspirerend en ja. uh, noem nog eens wat. Ja. Oh, ja, en met heel veel passie. Ja. En dan denk ik, ja, hoe gaan we dat dan laden? Oftewel, hoe zorg je dat je die vrijblijvendheid en die clichématigheid ervan afhaalt? Ja, nee, als je bijvoorbeeld naar een menig bank kijkt, als je, als je de kernwaarden pakt... Volgens mij is er, er ergens een keer ook iemand van tegenlicht of zo... Die was ergens binnengekomen bij een commissarisvergadering en die zei: Dit zijn onze kernwaarden. En uh, nee, dit, dat is van de concurrent. Uh, <laughs> <laughs> ja. Um, wat, wat, wat denk ik interessant is over kernwaarden, is dat je, uh, dat je ze inderdaad uniek en origineel maakt. Dus daar, daar, daar moet je als creatieve denker uh, naartoe denken. Dus ik geloof eigenlijk niet in, in kernwaarden, innovatieve kracht of, of ambitieus. Hè? Uh, bij uh, Fitzgerald, waar we aan het begin al kernwaarden hebben gedefinieerd. Dus normaal gesproken doe je dat eigenlijk als je groeit en op die cruciale 10-plus uh, komt, uh, dan, dan wil je sowieso dat, uh, dat doen. Maar bij Fitzgerald hebben we dat bij de start al gedaan. En toen hebben we uh, bijvoorbeeld gekeken naar grote Amerikaanse legendes, uh, bijvoorbeeld Michael Jordan. Uh, There's no eye in team, uh, was een van de kernwaardes. Nou, als ik dat één keer tegen je vertel, dat Michael Jordan dat. Dat, dat predikte en uh, uh, nou dat was ook eentje van Marilyn Monroe. Dan onthoud je dat. Dan is dat een verhaaltje wat je wat <tus> ja. je wat je vasthoudt. Um, en heel veel bedrijven die bedenken die kernwaarden, die krijg je in de onboarding te zien. En dan uh, is het uh, succes. Maar uh, ja, ik heb het een soort van heilig gemaakt bij bedrijven waar ik heb gemaakt toen ik het licht heb gezien. Het is bijna een soort religie yeah. um, dat, uh, dat 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 daar uh, van zeg maar de de, de administratief medewerker tot uh, tot het MT, dat iedereen ze kon, uh, kon uh, reciteren alsof het een uh, soort heilige Mantra boekvers was, is. Ja. Ja. En wat, wat, uh, wat daarbij belangrijk is, is dat je het uh, continu terug laat komen. Dus bij uh, glasnost hadden we uh, op een gegeven moment een, uh, een koffiekop waarop stond... Disco contain vodka. Nou, daar zit natuurlijk wat prikkelends uh, in... Um, overigens, de credits zijn voor de mensen die, die dat hebben bedacht. Dat heb ik niet gedaan. Um, en daar zat een, een, daar zat een soort, soort boeklet bij van: Nou, onze kernwaarde is We Connect over Wodka. En wat bedoelen we daarmee? Uh, nou, en dan een, een kwartaal later uh, gingen we uitleggen wat de kernwaarde Dare to be Open was. En dat gaat over lef. Uh, als jij solliciteert bij Glasgow, dan krijg je ook vragen over. Geef eens een voorbeeld van een, een, een periode in je leven dat je, dat je lef hebt getoond. Dan krijg je hele leuke antwoorden. Mm -hmm. uh, een, een van de leukste die ik ooit heb gekregen in een sollicitatie was van, uh, ik uh, ging in Londen studeren, ik kende helemaal niemand. Uh, ik ben toen gewoon een café ingelopen, heb wat mensen aangesproken of ik alsjeblieft bij ze mocht uh, gaan zitten. En dat werden mijn beste vrienden gedurende de hele zes maanden. Dat is lef. Maar ik vond dat, ja, dat is ja. lef. Dat ja. is echt lef. En, ja. en dan, dan heb je de grit om bij uh, Glasgow te werken. Ja, 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 ja. ja. Dat maakt het minder. En de, het, werkte dat ook andersom? Uh, dat, de, dat je op die manier ook mensen al voordat ze op jullie gaan werken... kan zeggen, dit ge wordt geen fit? Uh, ja, en, ja en, ook, en ook dat je na zes of, uh, of, uh, of, of, of twaalf of maanden eigenlijk kijkt van... goh, past iemand nog bij de organisatie? Ja. En dat is, er, is, er is een, uh, een, uh, een soort kwadrant, dat heet de ABCD Players kwadrant... Uh, uh, en dat komt uh, uit het boek van... Uh, dat heet Topgrading. En dat is heel interessant, want de meeste ondernemers die... die weten wel wie een A-players zijn. Dat is niet zo moeilijk. Dat zijn mensen die hoog op de kernwaarde scoren... en hoog in de, in de KPIs of in de output. Mm -hmm. uh, dan heb je B-spelers. Uh, en, en hier wordt het tricky. Want die ho scoren hoog op de kernwaarde... maar wat minder in de output. Een B-speler kan zeker een A-speler worden. Maar dat, eh, dat kan zijn omdat ze nog onervaren zijn... Of, om, uh, ja, of omdat het er gewoon niet in zit. Maar dit zijn wel de mensen... waar de hele cultuur door wordt vastgehouden als een spinnenweb... En dan heb je de C-spelers. En dat zijn eigenlijk de, de meest interessante uh, per, uh, mensen in het bedrijf. Dat zijn mensen die hoog in de output scoren, maar niet hoog op uh, kernwaarde. De Cristiano Ronaldo's van, uh, van je bedrijf. Ze blijven doelpunten scoren en je denkt, van, ja, fuck, ik verdien toch uh, heel veel geld aan deze persoon. Mm -hmm. Uh, maar daar is no eye in the weed dus bij Ronaldo niet aan de orde. <laughs> nee, nee. Nee. nee, Het hele team is om hem uh, ja. heen gebouwd. Hè? En uh, Christian Ronaldo is misschien een vrij extreem voorbeeld. <laughs> nee, ja. uh, maar uh, wat ik daarmee bedoel te zeggen, is ook van uh, uh, als er uh, reorganisatie aankomt, wat dan ook, dus een reflex om te denken van goh, uh, we hebben een paar mensen waar we heel veel geld mee verdienen. En een paar mensen die alleen belangrijk zijn voor de cultuur. Maar je maakt de cultuur kapot. Door een B-speler uh, te laten gaan. Mm. Uh, en je beloont de cultuur door een C-speler te laten gaan. En uiteindelijk, uh, ik geloof heel erg in de lange termijn. In een bedrijf wat gewoon uh, over 100 jaar, wat mij betreft, nog uh, bestaat. Dus ik hoop dat er ooit een uh, koninklijke glasnost komt. <laughs> of, of, een, uh, of een ander bedrijf uh, wat ik mee uh, help uh, op, op, te, op te zetten. En wat, uh, ja, wat daarbij in is, is dat je echt de cultuur heilig maakt. En je nummer één uh, prioriteit. Ja, yeah. En dat, wat is de consequentie dan voor de Ronaldo? Daar, daar moet je op een gegeven moment gewoon afscheid van nemen. Ja, want het is geen voetbal, een bedrijf leiden. Want bij een voetbal kun je zeggen van het enige wat telt is dat je denkt die pot wint. En als we Ronaldo hebben, dan bouwen we gewoon alles eromheen. Want dan winnen we wel. Ja, maar, maar, maar nog steeds, als Ronaldo uitvalt, dan uh, kan het team niks. Ja. Dus uiteindelijk, je hebt, je hebt natuurlijk ook ondernemers die heel erg uh, dominant zeg maar, een bedrijf leiden, mm -hmm. uh, uh, Micromanaging, in alle details. Mm -hmm. uh, en daar geloof ik ook niet in. Want dat, nee. eh, als we Cristiano Ronaldo even dan als managing director gaan zien. Want als je die persoon eruit haalt, wat, wat kunnen de mensen daaromheen? Ja. ja. Wat zijn d spelers dan? Ja, dat zijn de mensen die, die, waar, je gewoon, waar iedereen van af, afscheid van neemt. Ja. Dat zijn ja. de mensen die hun proeftijd niet doorkomen. Ja, nee. precies, hopelijk. Ja. Ja. Uh, je eigen reflectie, cultuur, nog, nog meer. Laten we een top drie maken, want ik heb nog een paar andere dingen die ik met je wil bespreken. Maar wat is nog een derde aspect als het gaat om, even, noem het maar even, de geheimen van groei? Uh, dan is het zelfreflectie, een ijzersterke cultuur met goede waarden. Ja. Is er nog een ding waarvan je zegt dat is echt belangrijk? Uh, een plan. Uh, en je, je hebt daar een heel chic woord voor: Big Harry Audacious Goal. Uh, ja, B -hack. En dat, een B-hack. En uh, bedrijven als, uh, als, als Tesla of Nike uh, of Yamaha, die, uh, die hebben dat uh, allemaal. Nou, bij Yamaha was de missie om uh, Honda uh, kapot te maken. Uh, bij uh, oh, Nike ja? uh, om Adidas te verslaan in de jaren 60. Nou, ik weet niet of je, uh, of je het boek Shoe ook hebt uh, gelezen uh, van Phil Knight, de oprichter van Nike. Echt een heel, heel goed businessboek, ook leuk om te lezen, want het gaat ook over popcultuur en over hoe ze bijvoorbeeld Michael Jordan strikte om een eigen ja. schoen te maken, ja. uh, wat completely against the odds was, want Nike was gewoon een hele kleine speler. Ja. Uh, dus gewoon dus de docu ook toch op Netflix? Niet ja of of, of, prime. of op prime whatever ja. uh, en 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 wat het mooie is is dat dat je Michael Jor Jordan en ook gewoon zijn ouders al echt zit van Nike wat, wat is dat in godsnaam weet je uh, je hebt Adidas je hebt Converse dat was allemaal uh, allemaal hip en die die mensen daar dachten nou, we regelen dat wel even we vliegen hem in de München en uh, dat komt allemaal goed uh, maar uh, uh, die mensen van Nike, die, 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 die tonen echt interesse. Die zeiden van nou, wij gaan iets maken wat zij niet kunnen bieden. Ja, want we zijn schoen. de underdog. Ja. Ja, echt, uh, ja, ik, kreeg kipper, ik kreeg net er gewoon kippervel van om erover na te denken over hoe, hoe je zo'n pitch dan kan winnen Against all the odds. Omdat je gewoon een soort ja. unfair advantage inbouwt. Maar, is, schoeners... een b maar is een b-hack uh, de grote concurrent verslaan, is dat een goede b-hack? vind ik niet. nee, is nee. negatief toch? nee, maar goed. uiteindelijk kunnen we leren ook van 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 bedrijven die ja. zoiets uh, hadden in de in de jaren zestig. ja, en heel Amerikaans. Nee. Vervo vervolgens is het gelukt. Hè? ja. Um, maar inderdaad, even even de terug naar de voor een voor duidelijkheid, een B-hack, ja. is dat een realistisch doel of is die zo over de top? Want jij je hoort dan wel eens van, if you aim for the stars, dan als het dan mislukt, dan kom je nog steeds op de maan terecht. Weet ja. je wel? Is ja. dat wat een B-hack is? Ja, dat, dat is, is wat een b een is. Een over de dus, top doel. Ja, dus, dus een groot, intimiderend, uh, lastig te bereiken uh, doel, wat eigenlijk niet realistisch is gezien. En wij als, wij, wij als mensen denken ook heel uh, biologisch. Dus dat is heel erg... Oké, okay, als we elk jaar 20% groei doen, dan is dat uh, perfect. Mm -hmm. Maar als je echt een B-hack neerzet, dan ga je, dan ga je echt ex exponentieel. En ik, uh, ik heb zeg maar, een sessie ontwikkeld uh, vanuit uh, mijn, ja, mijn nieuwe bedrijf, GoDelphi... waarbij ik ondernemers uh, help. Waarbij uh, ik ook wat kleinere uh, MKB-bedrijven een B-hack uh, laat droomdenken. Uh, en, en bij Glasnost hadden we het ook. Uh, in, uh, in 2019 hebben we een poster aan de muur gehangen. En het geeft zoveel uh, voordelen, want je, 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 je bent bezig om ergens naartoe te werken. Je, je hebt een plan. Dus ook je, je medewerkers gaan erop aan, maar ook sollicitanten en klanten. Klanten denken ook van, hé, hey, wauw, uh, we gaan daarheen. Nou, dit, dit is een bedrijf wat het snapt en waar een bepaalde hmm. feeling achter zit. Dus het geeft je een, een fair advantage ook in, in pitches. Um, maar wat ik ook heel tof vind, is dat je misschien ook wel gaat uitkomen. En dat je ook gaat definiëren wat je naast het zijn van een bedrijf waar geld binnenkomt en waar je winst maakt... en waar mensen werken... Uh, dat je ergens naartoe gaat werken. Ja. Uh, want veel... Ja, dat, en dat hoort denk ik ook wel bij die 20, 30 uh, markt... dat je daardoor heen groeit. Uh, ik merk dat in, in een bedrijf... als je op een gegeven moment succes hebt... dan gaat het gewoon voor de wind. Uh, dan zit je in de start-up fase. Dan is het alleen maar groei, groei, groei. Maar op een gegeven moment moet je jezelf ook weer opnieuw uitvinden. Wat is mijn nieuwe polster? En ja. Uh, ja. een van de beste BX vind ik... Uh, uh, van Volvo, die zei... In 2020 willen wij geen verkeersdoden hebben waar een volvo bij betrokken is. En ik, oké, okay, bijzonder. Uh, hè, dat is eigenlijk een groter doel dan enkel je eigen doel. Hè? Dus dan is ja. het een maatschappelijk impactdoel. Ja. En wat gingen zij maken? Een airbag voor de voetganger. Dus als een voetganger wordt aangereden dan hebben zij een airbag van de motorkap... Om, om te zorgen dat diegene rustig uh, landt. Ook al gaat dan de hele auto naar de klote. Ja. Maakt niet uit. Ja. Uh, zij hebben ook een spraypaint bij de Volvo gelegd... die je als fietser daar gratis kon ophalen. Zodat je uh, licht gaf in het donker. Dus die missie die was zo heilig. En als er dan ergens een, een ongeluk gebeurde in Zweden... dan stuurden ze daar echt een soort uh, technisch team naartoe... om te kijken hoe kunnen we dat de volgende keer nog beter doen... En moet die gordel dan nog meer aanspannen of die airbag net iets zachter? Om te, te voorkomen dat, dat ja. Uh, ja, Volvo een uh, Volvo voor, voor doden of voor slachtoffers zijn. Uh, ja. ja. En een uh, uh, ander doel vind ik uh, ook heel mooi nou, is van Tesla. Is dat we want to accelerate. Uh, the, uh, electric, ja, ik zal even in het Nederlands zeggen. Van, uh, we willen eigenlijk de beweging zijn die, uh, die de energietransitie mogelijk maakt. En dan denk je, hè, energie, je maakt auto's. En dit hebben ze bedacht in 2004 2005. Ja. Dus, dus er waren toen vier, vier Tesla's op de weg ongeveer. Dat was die sportauto. Uh, en, toen, uh, en als ik dan nu kijk dat ze die, 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 uh, die batterij hebben, waar je dan als de zon uh, goed aanstaat, kan je, zeg maar, uh, die batterij uh, vullen uh, om s'nachts uh, bijvoorbeeld je Tesla op te laden. Er zit daar een hele soort van prachtige gedachte over. Die ook echt impact heeft op de wereld. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Uh, wel lastig als MKB-ondernemer natuurlijk. Hè? Want dit zijn natuurlijk wel voorbeelden van, uh, van, ja, van ja. grote jongens. Ja, ja maar bijvoorbeeld ik had, ik had een gesprek met een bedrijf. Uh, ja, ik, ik wil niet. Ik, ik heb de finale b-hack nog niet uh, gezien. Maar nee. anyway, die werden geraakt door AI. Dan is het wel fijn om dat te benoemen in een strategische sessie. Om te zeggen, oké, okay, dat willen we. En tegen, die tegen een bepaald jaar willen we dat 50% van onze um, mensen uh, door AI gedreven worden. En dat betekent dus dat, we, dat ik morgen met een AI-partij aan de slag moet gaan. Dus ja. uiteindelijk gaat het ook over hoe je als bedrijf gewoon het blijft. En urgentie creëert. En urgentie creëert. En, ja, ja. en daarnaast, als, als ik bijvoorbeeld bij Fitzgerald hadden we dan een, de Fitzgerald Initiative bedacht. En uh, dat is dan uh, een, uh, een soort van uh, evenement, waarbij uh, de, de grote merken waarvoor Vitchel het werkt, uh, kennisoverdracht doen aan NGO's over hoe ze effectief communicatie kunnen bedrijven. En dat is natuurlijk een hele positieve uh, beweging. En dat heeft niet zoveel te maken met de groei. Aan de andere kant hadden we wel gezegd: dat willen we dat dat internationaal uh, gaat. Uh, ja, dat gaat ze ook lukken. Dus dat, dat, ja. dat, dat, dat vind ik heel tof. En daarnaast dat je ook in die groeistappen, uh, daar naartoe zit je ook bepaalde dingen die ja, wat meer business gedreven zijn. Ja. dat je, ons businessmodel levert dit op, of ja. uh, andere zaken. Het is gewoon een inspirerend iets, waardoor ja. je langer ook voor het bedrijf wil werken. Ja. Um, even snel over media. Je staat natuurlijk een beetje vanuit het verleden kennen we elkaar. En was jij altijd zeg maar, de, de PR-jongen? Jij was ook vaak, je, werd, je had een soort babyface of zo. En ik, ik vind dat je er nu aardig volwassen uitziet inmiddels. zijn, ja, ik heb mijn baard net getrimpt. Ja. Dus voor mij is dat de overwinning op mijn ja. 40ste. Ja, ja precies. Maar, uh, jij, maar jij was wel de PR-man. En toen zei je net in het begin: van PR of social. En je moet kiezen. Toen koos je toch voor social. Ja. Waarom? Ik heb mijn hele succes te danken aan LinkedIn. <laughs> um. Ja, punt. Dat ja. is eigenlijk. Uh, Zijn ze dus, dus zeg maar, ik, ik geef af en toe college op, uh, op de UVA. Dat vind ik hartstikke leuk om te, om te doen. En uh, het uh, de belangrijkste boodschap die ik geef over mijn masterclass over PR is: maak een LinkedIn profiel aan. Uh, voeg mensen uh, toe. Uh, en zorg ervoor dat je, um, uh, dat je, dat je gewoon daarin uh, laat zien aan de wereld wat je aan het doen bent. Dat is de ideale PR-machine. Ja. Ik heb gewoon voorbeelden dat ik nog bij TomTom Tom werkte... en uh, ik op een communicatiecongres was. En daar ontmoette ik iemand of ik stelde een vraag aan een spreker. Die voeg ik toe in de, in de lunchpauze. En op een gegeven moment werkte die persoon bij Google. En uh, nou had ik nog wel contact bij, bij iemand anders bij Google. Maar op een gegeven moment was de vraag... Uh, wil Glass als een van de drie bedrijven zijn waarvoor we willen pitchen? En dat komt daardoor. En dat was ook wel echt een, een doorbraak voor ons toen... Ja, het grote Google, uh, ja, daar mag je voor werken. Ja, dat en dat is, gekomen, dat is gekomen omdat jij op de UvA die persoon toevoegde aan je LinkedIn eigenlijk. Uh, dat was niet op de UvA, maar dat of was we, we, inderdaad we, we, een ja. communicatiecongres. En, ja. en maar ook dat ik daardoor dat ik consistent bleef communiceren. Ja, ja, Consistentie is gewoon key in, ja. in communicatie. Ja. En ik merk dat een van de eerste tips hè, die ik aan de ondernemers geef die ik help, is uh, wees gewoon consistent? Bedenk gewoon een contentformat. Uh, uh, ik heb zelf maak ik dat heel belangrijk en daardoor haal ik al mijn klanten eigenlijk via uh, LinkedIn. Ja. Go Delphi. Ja, uh, bedrijf verkocht, onderdeel van Ace geworden. Nou, ook daar kunnen we uren over praten. Uh, misschien voor een vervolg in deze sequel, hè, want dat is natuurlijk ook een waanzinnig interessante bureaugroep. Toch gekozen om daar uit te stappen. Uh, ben je nu een pitter? Ja. Wat leuk man. <laughs> 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 Hoe is dat? Uh, heel erg leuk. Uh? Ja, ik, ik, um, uh, ik, ik werk bij Creative Grounds en dat is een soort uh, spaces, maar dan, maar dan toch niet. Want het is namelijk een hele, uh, ja, weer meer een soort van warme familie. Uh -huh. En ik voel gewoon alsof ik daar ben geadopteerd. Of daar iets zit. Ik ga vanavond met ze bonen. Ach, uh, gewoon ja, in ja, Ik heb meerdere vriendschappen daar nu. Waar uh, zitten ze? Um, in, op de Emmelaan is dat, in Amsterdam-Zuid. Okay. Uh, echt prachtig pand. Dus ik, ik keek gewoon op, uh, op Google Maps. Van wat, wat is het eerste coworking space, wat niet op de Zuidas is, want ik woon in Amsterdam, waar, uh, ja, waar, waar, waar ik de stad raak eigenlijk. Ja, ja. En toen kwam ik uit op die plek. En ja, de, ik ging naar binnen en ik, ik voelde ook, gewoon mooi ingericht. En uh, ja, gewoon een goede vibe. Het ging naar de, naar de keuken en dat was helemaal in de Mykonos-stijl ingericht. Ja, ik ben verkocht. <laughs> ik ben verkocht, ik ga er al voor. Codelvis is natuurlijk Grieks. Uh, dus ik dacht, nou ja, dat, dat past gewoon weer bij mijn merk. Kan ik die thematische wereld weer ontsluiten? En, uh, en vervolgens uh, ontmoet ik daar mensen. Nou, er is één iemand waar ik mee nu uh, ga investeren. Er is iemand die heeft mijn website gemaakt. Er is iemand die heeft uh, die content gemaakt. Iemand doet mijn ads. Uh, ik heb meerdere mensen al daar naartoe gekregen. Ik heb mensen aan elkaar gekoppeld. En dat is eigenlijk wel wat ik persoonlijk het leukste vind. Mm. Dus even los van dat Codelphi uh, ook vrij aardig gaat. Het feit dat ik daar zit. Uh, uh, Vlakbij het Vondelpark. Uh, uh, daar allemaal leuke mensen mag ontmoeten. Dat, uh, dat, dat, dat vind ik al ontzettend leuk. Ja. En nou ben je in een pitter. En even de, de, de korte pitches. Je coacht en begeleidt ondernemers die willen groeien. Zeg het of sla ik dan te plat? Uh, ja, en uh, ik uh, begeleid hen ook bij het, uh, het, 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 het verkoopproces. Okay. En dan vooral aan het begin. He, uiteindelijk het verkoop je klaarmaken. Ja, ja. ja. En, en, en ook een deel van het verkoopproces. En dan uh, richt ik me echt op de ondernemer. Dus ik, ik werk nog samen met een corporate finance adviseur. Uh, ik, ik kan cijfers lezen. Ik heb 2,5 jaar in de directie van Ace gezeten. Ik weet uh, hoe je. Bepaalde verbanden ziet en, 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 en wat belangrijk uh, is. En uh, nou, daarvoor natuurlijk ook gewoon mijn eigen bedrijf gehad. En daarin steeds geprofitiseerd, ook in cijfers. Want in het begin is het, ja, ik hou gewoon geld over. Prima. En dan donderde ik de paar van die multimappen bij uh, Michael de Koster, mijn toef. Toenmalige uh, boekhouder uh, in zijn brievenbus. En hij deed ook een saxofonist en uh, werkte ook nog daarvoor. Op een gegeven moment kwam hij bij ons op kantoor werken. Nou, vervolgens merk je van ja, de, de, je moet ook weer uh, zelf een uh, slag maken als, als bedrijf. Dus dan moet een meer een accountantachtig type op. Uh, en dan op een gegeven moment is er een fiscalist die langskomt. Nou, en dan uh, ja, uiteindelijk werk je met een CFO. En dat is wel heel interessant. Want ja, op een gegeven moment ga je echt wel patronen zien in cijfers, et cetera. Dus... Ik vind die kant eigenlijk best wel leuk. Maar mm -hmm. ik vind het allerleukste om, om te kijken ook naar ja, waar, waarom wil je een exit? Wat zijn de motieven? Um, Begin dus, with the end in mind. Ja, dus, dus zeg maar, wat, wat, wat ik nu al merk is dat er mensen die starten met coachen. Die willen dan strategiedag of een deel van het groeiprogramma. En op een gegeven moment er zijn nu ook een aantal bedrijven die mij hebben gevraagd: van ja, we willen, gewoon geleid, we willen gewoon over twee jaar willen wij verkopen. Kun je ons daarbij helpen? Dan zeg ik, ja, dan kom ik juist op het juiste moment. Uh, want uh, ja, er zijn wel een aantal dingen die je uh, uh, kan optimaliseren. Om, uh, om te zorgen voor een hele succesvolle exit. Ja. Maar eigenlijk de eerste vraag die ik stel. en ik merk dat, uh, ja, dat sommige MA-adviseurs. zijn heel erg gefocust op de cel. is logisch, want die krijgen een percentage. Uh, maar mijn focus ligt op. wat is het beste voor de ondernemer? Uh, en dat kan best wel zijn dat je zegt: Nou, ik, uh, ik zet het bedrijf nog uh, voort. Ik maak het schaalbaar. Ik maak mezelf misbaar. En ik ga in de Sinterklaasrol zitten. Dus ik heb een meer ceremoniële functie nog. Um, uh, en dan wordt het een, uh, een, uh, een bron van passief inkomen. Of, waarom draai je het niet om? Uh, ik had ja, gisteren een, de, een discussie. En, uh, deze twee ondernemers mag, mag ik niet noemen. Maar het zijn uh, hele succesvolle ondernemers. En die, uh, ja, daar, daar zijn we aan het praten over. Waarom wil je zelf geen bedrijf gaan overnemen? Uh, en ik weet inmiddels wel een beetje hoe dat spel uh, wordt gespeeld. Um, maar goed, uiteindelijk de, de core die eh, van de meeste klanten die ik op dit moment uh, heb, uh, zijn mensen die, uh, die een spanningspartner nodig hebben, uh, die tegen bepaalde zaken uh, aanlopen. Uh, ik denk dat meer dan 50% zijn single entrepreneurs, dus mensen die alleen een bedrijf uh, zijn, uh, zijn begonnen. Um, en ik mag ook heel veel uh, uh, vrouwen begeleiden. Dat vind ik ook eigenlijk best wel belangrijk. Ja. Uh, ik geloof heel erg in dat iedereen een gelijke kans moet krijgen. Uh, en als Godelphi uh, heb ik ook de missie om te zorgen dat in 2030 uh, het aantal startende ondernemers gelijk is aan de maatschappelijke samenstelling. Um, en dat gaat, geldt dus op gender, maar ook uiteraard, uiteraard voor mensen van kleur, uh, mensen met. Uh, met een queer achtergrond of met een beperking. Dat is je b-hack. Dat is mijn b -ack. Dat, dat je is, je mijn b is de vertaling ja. van Volvo, zeg maar. Dat is de, de vertaling uh... van Volvo. Ja, ja, ja. ja daar moet er nog wel wat gebeuren in onze ja. maatschappij. Ja, sodemites. Uh, ja, en dat, dat, dat is ook wel een onderwerp wat me bezighoudt. Ja, maar uh, ook. Ik denk van, nou, ja, hoe, hoe kan dat? Nou, ja, nou, je moet er gewoon wat aan doen. Weet je, ik, ik heb het hier ook. Als ik, als ik niet oplet, dan zit hier ook te veel, met alle respect hoor, maar man en wit. Ja. En wit. Dus, ja. ik, dus ik jaag op... Uh, vrouwelijke ondernemers, uh, Marokkaanse ondernemers, uh, ja. Iraanse ondernemers, vluchteling die ondernemer werd, ik google daarop om ja. ze gewoon hier in de bank te krijgen. Anders dan, ja, je kan erover blijven lullen, maar je moet het gewoon doen. Ja, ze zijn er wel, alleen ja. ze worden wat minder voor de hand liggend gevraagd en zo. Ja, zeker. Uh, dus, dus, we zijn te bescheiden. Er zijn echt wel ja. een aantal ondernemers die ik, uh, die ik nu help, dat ik echt denk, je hebt zo'n prachtig bedrijf opgericht. Ja. En, uh, show it. Show it, ja. Dus ja. Ik, uh, ja. Ik vind het hartstikke leuk als dan... Uh, als dan zo iemand uh, toch even de grid heeft om quote een mailtje te sturen... en dat ja. quote zegt, uh, nou, vinden we eigenlijk best leuk. Ja. We gaan, uh, gaan dat wel even doen. Ja. Um, dus uh, ja, want sommige mensen mogen ook gewoon nog iets meer gezien zijn. Ja, ook. Ja, en, ja. en ook die rolmodellen zijn, zodat andere... Ondernemers ook geïnspireerd zijn. Stuur ze vooral door naar de 7D-TV. Ja, zeker. Tegenkomt. Nee, ja. En, en wat ik ook merk uh, is dat op, op een soort natuurlijke manier uh, uh, zijn de meeste ondernemers die bij mij aankloppen gen Z millennials. Dat is ook wel logisch, want ja, ja. ik ben al 40, dus ja. ik ben dan 10, 15 jaar ouder. Dus ik denk dat de mediaan uh, uh, gewoon 31 is van de, van de mensen ja. die bij mij komen. Uh, en dat vind ik ook hartstikke leuk, want dat is gewoon. Ja, echt. Ja, vooral Gen Z ook. Hè. Dat is zo'n nieuwe generatie. Super inspirerend. Uh, en die beginnen gewoon. Ja. Die beginnen gewoon. <laughs> ja. Ja. ja, ik moest e eerst zeven jaar in, 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 in corporate rondlopen om dingen te leren, mijn netwerk op te bouwen. En ik vind het super knap dat je. Eigenlijk gewoon start. Ja. Uh, dat vond ik al bij de jongens van Blauw Gras. Hè. Die zijn ooit begonnen met 400 euro uit de pinautomaat. En uh, vanuit studie in, uh, met een discotheek in, uh, in Heerlen. En uh, ja, die, uh, kijk wat voor be prachtig bedrijf ze ja, hebben. Onderdeel uh, van A's nu. Ja, dat is onderdeel. Ja. Ja. Uh, hoe lang blijf jij in, Pitter? Ja, die vraag die heb ik heel veel gekregen. En dat, dat vind ik ook best lastig. Want aan de ene kant uh, geeft het ook wat vrijheid. Uh, dus het feit dat ik. Uh, uh, ja, uh, ook in, uh, in, de, in de ochtend vroeg uh, um, ja, mijn eigen routines kan doen. Ik sport heel veel, maar het grappige is dat doe ik nu allemaal gewoon alsnog om 7 uur s ochtends, <laughs> ja, Want ik heb het heel druk. Ja. Uh, dus dat, uh, dus ik, ik, dat, dat is een soort geromantiseerd beeld van de eenpitter. Maar ja, aan de andere kant heb, je, heb ik ook wel ontzettende drive en, en, en gaat dat nu best wel goed. Um, aan de andere kant hou ik ook wel van mijn onafhankelijkheid. En ook uh, wil ik ook die onafhankelijkheid uitstralen? Dus als ik bijvoorbeeld iemand begeleid in het verkoopproces mm -hmm. en die heeft dan een hele goede corporate finance adviseur, dan zou ik er als een lege blokje waarschijnlijk uh, gewoon goed bij zitten. Dus ik kan wel een corporate finance adviseur aannemen of daarmee gaan samenwerken of wat dan ook. Maar ik vraag me af of dat of juist die onafhankelijkheid niet mijn ontzettende kracht uh, is. Mm -hmm. En ook als jij bijvoorbeeld dan een hele goede corporate advocaat hebt of wat dan ook, ja, dan. Ga, dan ja, ik, ik heb natuurlijk gewoon een aantal preferred partners waarmee ik dit uh, doe. Ja. Uh, ja, waarom zouden we dat dan doen? Uh, ja, als je flexibel bent, dan, uh, dan, dan, dan voelt die flexibiliteit erbij. En dan heb, je, dan heb je ook nog de as coaching en groeiprogramma's. Ja, is dat schaalbaar? Want mensen komen binnen. Natuurlijk probeer ik van GoDelphi weer hetzelfde als bij Glassals, hè? Het is Het is groter dan mijzelf. Dus misschien dat er mensen mentor gaan worden. Er zijn wel een aantal echt topondernemers naar me toegekomen. Die zeiden, wat geweldig, dit wil ik ook. Hier wil ik mij aansluiten. Dat vond, dat vond ik heel erg eervol. Want er zijn gewoon bedrijf, mensen bij die, 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 ja, die nog meer mooie dingen hebben gedaan dan ik. Um, alleen uh, ja, dat, 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 dat gaat de tijd uitwijzen. Maar ja. ik, ik, denk, ik denk voor nu voorlopig nog even op deze manier... Ja, maar ik sluit niet uit. Tot... Ik ook niet. Hey, uh, tot slot, je zei straks bij de aanname van mensen bij uh, Glasnos was het volgens mij hè, dat je vroeg naar lef. Ja. Uh, kun jij nog, als je helemaal, zeg maar, even terug reflecteert naar je carrière tot nu toe, wat was nou een momentum waarvan jij hebt nou, Als je nu terugkijkt, denk ik van ja, daar heb ik wel echt ballen uh, getoond. Dat was wel even spannend, maar dat heeft me heel veel gebracht. Of, Joh, dat is een goede vraag. <laughs> ja, waar je echt heel veel lef voor, uh, voor nodig had. Of een eng moment waar je weet je wel. Ja, nou, er, er zijn wel wat enge momenten, maar niet uh, over elk moment kan ik uh, helaas uitweiden. Mm -hmm. <laughs> ik ben echt wel voor hete vuren gestaan of mijn team moeten beschermen. Uh, als ik daarop terugreflecteer of denk, dan denk ik wel van, oh ja, dat. Je team moeten beschermen voor? Voor een klant. Mm. Um, maar dat is alles wat ik erover wil zeggen. <laughs> <laughs> maar um, ik heb ze wel echt uit de wind moeten halen. Dat, en dat was een natuurlijk gevoel. En daar ben ik achteraf zo dankbaar voor. In plaats van dat je gaat verwijten of uh, wat dan ook. Ze ja, ja. dus stond hoeveel op het spel. Uh, en dat, uh, ja, dat is uiteindelijk allemaal uh, net iets beter afgelopen dan ik toen dacht. Maar dat hmm. was wel uh, het moment dat mijn kop echt in de fik stond. En dacht: uh, hoe ga ik meer uitredden? Hmm. Uh, ja, wat, wat ik ook moeilijk vond, was, uh, was corona, zeg maar. Want uh, je had net allemaal mensen aangenomen en uh, ja, dan, 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 dan kikt corona in. En uh, ja, dan, dan, dan vallen de cijfers tegen en je weet niet hoe diep het dal gaat zijn. Nee, niemand wist dat. Uiteindelijk viel het heel erg mee <tie> bij ons. We hebben twee, dagen, twee uh, maanden break-even getraind. <laughs> dat je ook denkt: oké. Okay, uh, kon je kon eens aanspraak maken op NOE-steun, waar ik dan heel boos om werd? Maar ik denk dat andere ondernemers dat misschien uh, veel harder nodig hebben. Hè. Zelf gaf ook aan dat het uh, pittige tijd is om om te schakelen. Ja. Um, uh, dus dus ik ik, ik, ja, ik ik, daar ben je ook wel op een gegeven moment gehard in. Als er nu nog een keer een crisis is, dan zou ik eerder doorinvesteren eigenlijk dan, uh, dan in paniek raken. Mm -hmm. uh, ik, ik had wel even een moment uh, dat ja. ik dacht: uh, we gaat het heen. Ja. Maar ook de maatschappelijke onrust daar uh, vond ik best spannend. Ja, van ja, mijn gezin, ja, dat dat staat op één. Dus tot, mm. ik ben toen, ik ga dit gewoon zeggen: ik ben gewoon naar Bonaire gegaan <laughs> voor drie weken. Maar en, en dan denk je van: je bent naar Bonaire gegaan om de lockdowns, et cetera. Nee. nee, ik ben naar Bonaire gegaan omdat ik dacht: dat heb ik gewoon een veiligere. Situatie voor mijn gezin: uh, daar is de zon, uh, je kan naar vis vangen. Ik weet niet wat voor maatschappelijke onrust er komt. Dus op de dag van de persconferentie heb ik tickets geboekt. Ja, wat een even. hele vreemde vlucht was ook, uh, oh. dat begrijp je wel. Ja. Dus, uh, maar ik was al vrij uh, uh, in januari had ik al door: dit gaat niet goed, oh. omdat ik echt op x het voormalig Twitter uh, beelden zag van uh, appartementen die werden dichtgelast. Ik dacht: ja, uh, gaat het heen? Ja. Ik uh, geloof de Chinezen niet uh, op hun uh, woord dat, uh, dat, uh, dat ze alles uh, vrijgeven. Dus ik, uh, ik vond het best uh, spannend. Mm. Maar uh, ik heb dus drie weken vanuit uh, Bonaire... Um, elke dag vijf uur op uh, het bedrijf geleid. En toen kreeg ik de telefoontjes van KLM en van Accor en van uh, Talpa... van nou, uh, weet je, we gaan uh, dingen uitstellen of uh, pauseren. Um, en dat was best uh, intensief. En toen ja. ben ik ook teruggekomen omdat ik inzag van... ja, uh, oké, okay, het is gekalmeerd en... Mijn team heeft me nu nodig, ook al maakt het niet uit waar je natuurlijk bent, uh -huh. maar voor uh, om, de, om de leider in de geest te zijn, moet ik in Nederland zijn. Ja, yeah. zijn we weer teruggegaan. Nu, als ZZP'er zou ik denk ik blijven. Ja. <laughs> Zet, <laughs> zet, Ik ben benieuwd. Ja. ja, we gaan het zien. Hey Wouter, dankjewel voor je verhaal. Dank je. Leuk dat je mijn gast was. En uh, dankjewel voor het, uh, het kijken. En uh, ik uh, denk zeker dat je er als ondernemer wat aan hebt gehad. Dat hoop ik tenminste. Laat het weten in de comments. Als je op YouTube zit, hieronder uh, klik en volg elke week twee van dit soort uh, nieuwe interviews. En zit je te luisteren naar de podcast. Uh, ook van harte welkom om te volgen. En laat ook eens een review achter. Vind ik super leuk om te horen van je. Wat je ervan vond. Voor nu. Dankjewel. Hoi!